video. Het gaat over outdoor kleding. Ik heb niet de perfecte kleding aan, maar wel bij in de tas. Wat heb je? Uiteraard petje voor de zon. Zonnebril, even afgedaan voor de video. Goede tas, die heb ik al een heel aantal getest. Goede loopschoenen. Dit zijn niet de beste outdoor schoenen, maar dit waren mijn hardloopschoenen. En mijn outdoor schoenen had ik dus niet bij me. Dom. Maar goed, ik zal even in de stappenplan ook die schoenen zetten wat de juiste merken zijn. De kleding, functionele kleding dus. Hè. Je hoeft niet echt speciale outdoor kleding te hebben, maar wel echt functionele kleding. Dus ze hebben net als hardloopkleding waar je kunt zweten. Een broek, merk Arc'teryx in dit geval. Dure broek, maar ook dit is gewoon functioneel. Dus als je gaat zweten, wordt het niet meer nat en zo. Dus dat is goed. Wat ik ga doen, ik ga een test maken van alle producten voor de outdoor kleding. Wat je nodig hebt is hike bij de Grand Canyon. Zodat je precies weet wat je kunt gebruiken. Het kan veel extremer dan dit en die zal ik ook testen. Want ik heb een aantal van die producten al beet gehad. En deels nog in de tas. En ik zal misschien nog een video maken halverwege. In ieder geval super mooi hier. En bij goede kleding, dan geniet je veel meer. Dan is het gewoon veel leuker en dan ook een stuk veiliger. En het allerbelangrijkste natuurlijk gewoon heel veel drinken. Dat is het allerbelangrijkste. Eten ook wel, maar vooral drinken. Naast natuurlijk gewoon de goede kleding. Zeggen, succes, loop ze. En mocht je dit zien op YouTube, zou ik de link van het artikel met alle producten even onder de video zetten.